Hey, welkom bij Dobie Cash. Dit keer portfolio update nummer 22, waarin we vragen mee gaan nemen over de positie van Abbott. Uh, vorige keer hebben we daar natuurlijk winst op genomen, en daarbij een aantal vragen gehad uh, omtrent die winstneming. En hoe je daarmee omgaat ook met je positiegrootte. Dus die gaan we behandelen. We gaan natuurlijk even kijken naar de Adobe earnings die zijn uh, gekomen. Die we, en we hebben het aandeel natuurlijk in ons portfolio. Uh, twee aandelen door de aandelen scannen. Een Nederlands aandeel en een Belgisch aandeel dit keer. En we gaan natuurlijk even kijken naar de renteverlaging die er is gekomen. Waar de hele markt al uh, langer naar uitkeek. Dus daar gaan we nu gelijk naartoe. Um, ja, uh, Amerika, in Amerika is natuurlijk uh, de renteverlaging sinds 2020 de eerste uh, renteverlaging in deze cycle. Deze cyclus. Ja, 0,5%. Uh, uh, noemen ze 50 basispunten ja, en daarmee is de rente verlaagd en dat, uh, dat heeft natuurlijk impact op je aandelen over de lange termijn. Als het betekent dat betekent dat de rente goedkoper wordt, uh, wordt eigenlijk geld goedkoper. Mensen kunnen makkelijker lenen uh, omdat het stukje de rentekosten lager worden. Dat uh, betekent gewoon, als jij bepaalt, uh, als je 1000 euro te besteden hebt en je betaalt 5% rente, of je betaalt 3% rente, een stukje rentekosten daarvan, van die 1000 euro, wat kleiner. Uh, dus je houdt meer geld over. Wat betekent dat bedrijven uh, meer winst maken, bijvoorbeeld, en dat kunnen uh, herinvesteren, of aan jou als aandeelhouder kunnen um, uitkeren. Ja, dat is gewoon interessant. En dan kijken investeerders naar uit. Uh, wat je wel ziet. Uh, Natuurlijk is in, in de data dat bij renteverlagingen daarna ook uh, dat ze het niet voor niks doen. Uh, want ze zien gewoon dat de economie wat aan het afkoelen is. We hebben natuurlijk na corona um, uh, ja, heel veel issues gehad van, met inflatie. Corona en ook de oorlogen natuurlijk. Uh, en inflatie moest gerend worden en dat doen ze door de rente te verhogen. Alleen zien we nu dus ook wel dat uh, ja, links en rechts ook wel wat cijfers naar buiten komen. Aanduidt dat de economie wat aan het afkoelen is. Uh, en daarom uh, verlagen ze de rente, omdat ze natuurlijk niet in een uh, recessie of in een crisis willen belanden. Dus we gaan kijken hoe dat, uh, hoe dat de komende tijd is. Met de renteverhogingen waren ze wat aan de late kant. Laten we hopen dat ze met die renteverlagingen op tijd zijn. Nou, de markt heeft er natuurlijk ook op gereageerd. Um, ja, we zagen volgens mij vrijdag een, uh, weer een wat rodere dag. Uh, weer wat dingetjes ingeleverd, maar over de algemeen week, ja, uh, overduidend groen, uh, banken uh, heel groen, uh, uh, financials, maar ook bijvoorbeeld de Google en de Meta, die uh, best mooie cijfers hebben laten zien, plus 7%, olie ook weer wat uh, gestegen, dus uh, een prima week wat dat betreft. Uh, ja, de cijfers voor... De komende tijd, komende week. Ja, ik denk dat het een wat rustigere week is. Uh, we hebben natuurlijk vorige week kijk iedereen naar die, uh, naar die renteverlagingen. Uh, deze week wat werkloosheidscijfers. Uh, Paul die gaat weer uh, spreken op uh, donderdag. Uh, GDP, de cijfers over het gross domestic product, uh, hoe het gaat met de Amerikaanse economie. Maar ik denk dat het over het algemeen een wat rustigere week zal worden. Ook als we gaan kijken naar de earnings natuurlijk. We zitten weer aan het einde van de earnings season. Uh, ja, Micron, uh, Costco, Accentje. Ik denk dat dat een beetje de namen zijn. De grote jongens waar de mensen naar uitkijken. Maar redelijk, uh, redelijk rustig wat dat betreft. Uh, dus ja, ik verwacht deze week niet heel veel spanners Ik denk dat uh, de meeste ogen gericht waren op die uh, renteverlaging van de afgelopen week. Dan hebben we natuurlijk uh, aandelen door de aandelen scannen. Uh, mensen, vorige keer ook vroeger in de reactie: van ja, kun je ook even kort meenemen wat het bedrijf doet? Uh, we gaan OCI meenemen. Uh, dat is een Nederlands bedrijf, gevestigd in Amsterdam op de Nederlandse beurs ook. Ja, en die produceren dus uh, producten op basis van aardgas, uh, kunstmes, uranium, uh, kalkomonsalpeter, uh, methanol. En voornamelijk zitten ze dus in de industrie- en agrarische sector. Die agrarische sector is natuurlijk uh, afgelopen jaar heel veel over te doen geweest, dat die moet inkrimpen. Uh, maar wat ik wel interessant vind is, uh, ja, we hebben nog steeds eten nodig en uh, voedsel en dat soort zaken. En kunstmest is wel iets wat ervoor zorgt dat uh, landbouwproducenten, uh, um, dat die met kunstmest kunnen die dus zorgen dat ze sneller gewassen groeien, betere kwaliteit, uh, dat daar een efficiëntieslag in, uh, in gemaakt wordt ik denk zeker dat daar een toekomst zit uh, in dit soort bedrijven voor de lange termijn. En uh, dan gaan we natuurlijk ook de cijfers induiken bij OCI. Ja, OCI staat uh, genoteerd tegen een koers van 26,33. Ja, wat we wel heel erg terugzien is dat die cijfers heel erg uh, volatiel zijn. Uh, omzet 2021 gigantisch geweest. Uh, 2022 uh, weer flink teruggelopen de omzet, maar... Uh, de winstmarge is wel 33% geweest. Ja, en in 2023 zien we juist weer een, uh, een verlies. En ook daar de omzetten die weer uh, flink aflopen. Een heel, heel volatiel bedrijf wat dat betreft. Als we dan nou gaan kijken naar total assets. Die blijven redelijk stabiel. En ook uh, schulden liepen wat af vanaf 2020 naar 2022. Uh, van zo'n 71% naar 56%. Ja, 2023 weer flink, uh, flink toegenomen. zou even uit moeten zoeken wat, daar, uh, uh, wat ze daar hebben gedaan. Maar wel uh, redelijk ja, volatiel wat dat betreft. Uh, ja, ook als we gaan kijken naar dividend per aandeel. Uh, uh, 2020, 2021 geen dividend uitbetaald. Uh, 2022 wel, 2023 ook, uh, terwijl ze daar toch uh, flink verlies hebben gedraaid. Uh, niet echt een dividendaandeel. Daarin zie je liever dat die gewoon jaar op jaar op jaar op jaar stabiel groeit. Als je echt voor dividend in zo'n bedrijf wil investeren. Verhoudingsgewijs uh, tegen een koers van 26 euro uh, is 5 euro dividend of 4 euro dividend vrij hoog percentage. Um, maar ja, uh, ik weet niet of ik dit als echt dividendaandeel zou kopen. Nou, dividendgroei kan, kan de sheet niet berekenen, omdat je ook een aantal jaren op nul hebt gestaan. Um, PI-ratio, ja, uh, ook omwille van dit soort cijfers verliezen, uh, is die overgewaardeerd. Aandelen, uitgifte, um, ja, heel, heel licht. Uh, heel minimaal. En daarom kun je dus nul Min 0.15, min 0.09 aan, aan verlies verwachten. Maar dat valt reuze uh, valt mee. Um, ja, Een ja, heel volatiel bedrijf weer. Uh, dus daarin zou je echt in moeten duiken. Ik denk dat dit soort bedrijven, dat je die echt een flinke terugtesten zou moeten, moeten kopen. Uh, en zeker ook dieper de cijfers in. En de outlook van dit soort bedrijven. Want dit, dit aflopende omzetten en zo, dat zie je liever, uh, zie je liever niet. Dan hebben we ook het aandeel Koolruid. Ik denk heel erg bekend bij onze Belgische volgers. Uh, Koolruid is natuurlijk een supermarktketen en die zitten voornamelijk in België, Frankrijk en Luxemburg. 330 vestigingen. Ja, dit soort bedrijven, uh, die doen het altijd. Dus mensen hebben altijd voedsel nodig, uh, hebben altijd eten nodig, dus dit zal altijd blijven gaan. Uh, waar je wel rekening mee moet houden is ook een stukje winstmarge bij dit soort bedrijven. Dat kan heel erg uiteenlopen. En uh, ja, we hebben natuurlijk ten tijde van de inflatie ook gezien dat er soms best wel druk op dat soort supermarkten kan komen. Die volgen natuurlijk hun prijzen of die verkleinen de inhoud in de verpakking. Ja, en daar kan uh, druk vanuit consumenten op komen op dat soort uh, partijen. En dan op een gegeven moment moeten ze daar een beetje mee bewegen en dan kunnen de winstmarges uh, onderuit gaan. Uh, dus dat is altijd wel iets waar je rekening mee moet houden. Maar voedsel, supermarkten, dat blijft gewoon altijd gaan hebben natuurlijk wel uh, concurrentie van partijen die online doen, zoals een Picnic bijvoorbeeld. Maar vaak zie je dat bijvoorbeeld uh, uh, Albert Heijn, uh, ons Nederlandse uh, aandeel, ja, die, die springen daar ook op in. Uh, dus er kan concurrentie zijn, maar het kan ook juist weer een kans zijn voor dat soort bedrijven. En zo ga je allemaal dat soort kansen en bedreigingen natuurlijk ook in kaart brengen voordat je in zo'n aandeel gaat investeren. Nou, dan hebben we ook uh, de cijfers. Nou ja, wat, we, wat we dus zien is dat de omzetten. Uh, 2021 ietsjes is teruggelopen, maar nu weer uh, omhoog zijn gegaan. Zelfs wat hoger dan 2020. Uh, Winstmarges die liepen wat af. 2023 mooie winstmarge laten zien van 10%. Dit is volgens mij ook iets wat we in de, in de chart kunnen terugzien. Als we kijken bijvoorbeeld de tradingview. Corrad heeft een hele flinke terugtest gemaakt. En is daarna ook weer behoorlijk beginnen met uh, stijgen. Uh, total assets mooi toegenomen. Schulden liepen ook wat op, nog steeds onder die uh, 60%. Dus dat is gewoon goed. En afgelopen jaar ook weer, uh, ja, weer afgenomen. Um, free cash flow to sales ratio, die is ook mooi toegenomen. Uh, en wat we zien, dividend wat daar ook uitbetaald, uh, die ligt ongeveer rond een, uh, rond een euro. Uh, is wat lager geweest in 2021, 2022. Daar zijn natuurlijk ook de winstmarges. Uh, veel lager geweest. Dus het is ook wel mooi om te zien dat ze dan het dividend ook uh, verlagen. Ik kreeg zijn score van 53% uh, en als we gewoon gaan kijken naar het dividend, ja als het dividend uh, uh, een beetje kan meegroeien, ja dan kunnen we naar uh, 3,33 de komende drie jaar. Ja dan gaan we echt die maximale groei van jaar op jaar, uh, die verschillen halen ja dan kunnen we zelfs naar, een, naar, een, naar een, bijna een tientje, maar dat verwacht ik zelf niet. Ook gezien die winstmarges die uh, kunnen fluctueren bij dat soort bedrijven. Uh, aandelen worden ook uh, worden ingekocht, dus dat is positief. Dus ook van daaruit mag je iets van een uh, uh, winst verwachten. Nou, als we dan gaan kijken naar uh, uh, de, de PI ratio, als we die gaan projecteren in de toekomst. Uh, bij minimale scenario is die overgewaardeerd en bij de gemiddelde en maximale scenario uh, is het ondergewaardeerd. Uh, zeker interessant aandeel om in de gaten te houden om misschien eventueel op een terugtest uh, in te stappen. Uh, wel even natuurlijk altijd dieper de cijfers induiken. En kijken ook naar de kansen en bedreigingen die ik net, uh, net noemde voor de bedrijven. Goed, dan hebben we ook nog de uh, maxm actie. Dit is de laatste week dat deze actie loopt. Um, wat kun je winnen? Dat is die complete trade setup: drie beeldschermen, toetsenbord, muis en een uh, goede, um, goede PC erbij. Wat moet je daarvoor doen? Account openen via de link uh, in de beschrijving. Uh, Geld dus alleen als je je aanmeldt via onze link. Er is dus een minimale stotting van 250 euro die gedaan moet worden in de maanden augustus en september. En er moeten in diezelfde maanden minimaal drie transacties worden gedaan. Dus het is de laatste week om uh, uh, gebruik te maken van deze actie. Goed, dan heb ik ook nog een aantal vragen gekregen over Abbott. Uh, een van die vragen was: waarom heb je de volledige positie gesloten? Nou, die hebben we niet gesloten. Uh, wat we hebben gedaan is natuurlijk, we hebben hier de entry genomen. En door de optie van Maxam zijn we niet uh, op. Uh, of zijn we gevuld, ondanks dat de prijs hier niet is geweest. Uh, door ouders zijn trainingsouders. Er was een eventje over een uh, rechtszaak die gaande was. Uh, heeft iemand besloten om voor deze prijs uh, buiten beursopening aan ons zijn aandeel te verkopen? En hebben we uh, ja, bijna 20% winst uh, genomen op, uh, op de positie. En we hebben natuurlijk niet de volledige positie gesloten. Want wat we hebben gedaan is uh, bij Abbott, we hebben hier natuurlijk drie aandelen gekocht voor een koers van 97,34. Uh, dat kun je hier, ik zal even omhoog scrollen, anders staat de camera ervoor. Dat zie je dus ook op 29 juli hebben we drie aandelen gekocht. En we hebben daar één aandeel van verkocht uh, om winst te nemen. Uh, een andere vraag was, ja, je loopt nu dividend mis, hoe kijk je hier tegenaan? Ja, ik kijk niet per se naar dividend. Als ik op een gegeven moment 20% um, rendement heb gemaakt en je loopt tegen een belangrijk uh, prijspunt aan, technisch gezien. Uh, hier natuurlijk stoppen. Hier een aantal keer support geweest. Hier support geweest. Hier weer een aantal keer rejections geweest. Hier ligt natuurlijk een interessant prijspunt. Um, technisch gezien nemen we dan gewoon een stukje winst. En als ik een aandeel koop voor, laten we zeggen, of die 97, en ik pak 20% winst. En ik heb uh, bijna 20 uh, dollar winst op dat ene aandeel. Dan uh, wil ik een stukje risico van de tafel afhalen. Stijgt die verder, heb ik nog steeds. Uh, um, 66% van mijn positie open. En kan ik hoger eventueel winst gaan nemen? Of ik laat zelfs een deel van de positie openstaan. Om uh, gewoon rendement in de toekomst te maken. Een beetje afhankelijk van uh, welk aandeel of het is, wat op dat moment de cijfers doen, de outlook is, etc. Um, ja, je haalt gewoon een stukje uh, rendement van tafel. En met die twee aandelen die ik over heb, pak ik nog steeds een stukje dividendrendement in het portfolio. Uh, de derde vraag was: mag ik vragen waarom je nu voor Apple maar met één aandeel handelt en niet met meerdere? Hoe bepaal je uh, je te houden positie en wat je verhandelt? Nou, We hebben drie aandelen gekocht. En ik heb besloten om één aandeel hier te verkopen. Ongeveer 33% van mijn positie. Dat is ook een beetje afhankelijk van je positiegrootte. Hoe je, hoe je daarmee omgaat. Hoeveel zit je in die gehele sector? Uh, ...al geïnvesteerd, zit je misschien heel zwaar in healthcare... ...dan kun je misschien besluiten om een groter gedeelte van je positie te sluiten. Op dit moment hebben we natuurlijk een portfolio... ...van zo'n 12.500 euro. Um, en we hebben ongeveer 33% geïnvesteerd. Uh, dus we hebben nog niet... ...gigantisch grote posities. Uh, dus dus ja, je zult met wat kleinere uh, zaken winst nemen. Dat is gewoon het, het spelletje. En... Zijn dan de kosten niet veel te hoog? Want dat is ook wat ik uh, als vraag kreeg. Nou, de kosten zijn niet veel te hoog. Want als je 19 dollar winst hebt <coughs> op dat ene aandeel, die met die stijging, uh, en je hebt natuurlijk meer winst omdat je andere aandelen ook nog hebt, maar die verkoop je niet. Um, en je hebt 2 dollar aan transactiekosten, een aankoop en een verkoop. Uh, dan is het 10% uh, van de winst die je hebt gemaakt. Dus dat, ja, is het. Ja, het is veel, maar dat is, nou is nou eenmaal wat je hebt met die kleinere posities. Naarmate dat je je portfolio opbouwt, meer posities hebt, uh, meer geld gealloceerd hebt, uh, door de maandelijkse bijstotting, et cetera, ja, is dat gewoon, uh, um, gaat het gewoon groeien en hebben die kosten steeds minder en minder impact op je totale portfolio. Maar hou er ook rekening mee. Het is ook een stukje risicomanagement, die winstneming. Uh, ja, en dan heb je gewoon een stukje kosten. Uh, dus wij vinden het heel belangrijk om een stukje risico van de tafel af te halen en zijn dan bereid om daar dan 10% van de winst weer in te leveren tegen, tegen de kosten. Dan hebben we ook Adobe, die met, uh, of Ado Adobe uh, die met earnings is gekomen. Ja, en die hebben gewoon gigantisch goede cijfers uh, in Q3 uh, 2024 fiscaal gedraaid. Um, een omzet van 5,41 biljoen. Ja, dat is gigantische cijfers. Uh, ook als we wat verder naar beneden gaan scrollen. Uh, dan krijgen we echt de, uh, in dit geval. Uh, Consolidated stemmen of, of income. En dan zien we de drie maanden. En de afgelopen negen maanden. Ja, wat we daar zien is dat uh, de omzet. Totaal omzetten. Uh, in beide gevallen gestegen zijn. Dus dat is mooi om te zien. Nou ja, dan ga je natuurlijk ook kijken naar de. Uh, naar de winstmarge, netto inkomen. Ja, en ook uh, die is over de afgelopen drie maanden gestegen. Wat goed is om te zien, over de afgelopen negen maanden is die heel lichtjes gedaald. Uh, omdat ze een van de eerdere kwartalen natuurlijk mindere cijfers hebben gedraaid. Maar nog steeds, ja, afgelopen kwartaal prima cijfers gedraaid. Uh, total Assets kun je dan ook nog even snel naar kijken. Die zijn nagenoeg ge gelijk gebleven, heel licht gestegen. Daarin zie je geen, uh, geen grote verandering. Uh, total liabilities zijn wel ietsje toegenomen, uh, dus hebben we ietsje meer schuld uh, aangegaan, uh, maar niet uh, uh, erg echt zorgwekkend. Um, dus ja, dat zijn de cijfers. Als we dan gaan kijken naar de, naar de koers van Adobe, dan zien we um, ja, niet, niet echt gigantische beweging uh, afgelopen week. Uh, wat we hebben gedaan, natuurlijk, is dat we hier een entry hebben geopend. Hier hebben we een stukje winst van de tafel gehaald. Uh, de volgende TP die staat, uh, staat hier klaar. Nou, wat we hebben gezegd, als die TP geheerd wordt, dan willen we rond dit gebied wel weer een entry nemen. Nu niet, nu kijken we divisieven naar 470 dollar voor een nieuwe entry. Um, ja, wat we ook zagen is dat wel de koers niet, doordat er wel goede cijfers waren, is de koers niet gigantisch omhoog gegaan. En hoe komt dat nou? Omdat de, uh, de outlook wat, wat lager was. Um, cijfers waren op zich uh, goed die 5.41 versus 5.37 uh, verwacht uh, earnings per share ook ietsje hoger dan verwacht alleen als we gaan kijken uh, naar de toekomst ja uh, we verwachten dat die ietsje lager gaat zijn ook ietsje minder um, en daardoor uh, ja daardoor dus ...de koers wat naar beneden, omdat de outlook naar beneden gaat... ...worden de minder uh, winsten gemaakt, minder omzetten. En die projectie die zie, vertaalt zich weer terug in de koers van zo'n aandeel. Omdat investeerders ook bijvoorbeeld kijken naar een PI-ratio... ...of een Price-to-Sales-ratio. Um, en dan zie je dat terug in de koers. Uh, ja, nog steeds met de huidige cijfers en ook met de huidige outlook... ...ja, ik verwacht nog steeds gewoon... Uh, dat die tweede tp ook git gaat worden. En ik denk zelfs in de toekomst dat we weer een nieuwe all-time high gaan zien voor een, uh, voor een Abbott. Maar eerst die tweede tp maar. Goed, dan hebben we natuurlijk het portfolio. Um, op dit moment uh, 12.438 uh, 12 uh, euro in het portfolio. Nou, het portfolio is niet heel veel ingewijzigd. Als we gaan kijken, uh, een realized PNL: 143,80. Ja, en de posities die lekker in het groen zijn, staan natuurlijk Starbucks en Monster. En de posities die uh, er wat slechter voor staan, Alfa. Um, ja, daarna een uh, Aalbus Volkswagen die uh, lichtjes in het rood staan. Uh, dus daarin is weinig veranderd. En dat zullen we ook zien in de verdeling. Uh, nog steeds zo'n 33% geallockeerd. En als we gaan kijken naar de open posities, zien we ook dat Abbott uh, de buy. Uh, de buy die we hebben geplaatst naar onze winstneming. Die erin is gezet. En voor de rest uh, is daar weinig uh, aan veranderd. Uh, goed. Dit was weer de portfolio update uh, nummer 22. Ik hoop dat jullie er weer wat van hebben kunnen leren. Uh, laat ook zeker even een reactie achter wat je ervan vond. En drop ook zeker je verzoekjes weer voor de volgende keer, zodat we die mee kunnen nemen. Dit was er weer. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Later.